Hartelijk welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Koor Cansoni en Amor Musee houden hun eerste koffieconcert op zondag 28 april in cultureel centrum De Bernardes in Maden. Het publiek zal in de nieuwe theaterzaal vanaf de nieuwe tribune kunnen gaan genieten van twee uitstekende koren. Het repertoire van Ammermusee is net zoals dat van Koor Canzoni zeer veelzijdig. De toegang is gratis en de nieuwe theaterzaal is vanaf kwart voor elf open en om elf uur start het optreden. Voor de zomereditie van De Markt van Makers op zondag 25 augustus is de organisatie nog op zoek naar creatieve deelnemers met authentiek werk. Dit jaar zal de zevende editie van deze markt voor het eerst op een andere locatie in Ter Heide plaatsvinden. De organisatie heeft voor de komende editie voor zaal de Abt gekozen. De Markt van Makers wordt zo samen met stichting Behoud de Antonius Abt georganiseerd. De opbrengst van deze markt gaat geheel naar het behoud van de Antonius Abt in te rijden. De markt is gratis voor bezoekers. Aanmelden kan tot 30 april. In de week van 15 mei worden de deelnemers geïnformeerd of ze kunnen deelnemen. Ben je nieuwsgierig? En lijkt het je leuk om deel te nemen? Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail voor alle informatie en het inschrijfformulier naar Marian Bredijk en Maroise Dirkse via het mailadres dat straks in beeld komt. Letterlijk en figuurlijk is het ei gelegd bij de Agrarische Natuurvereniging Drimmelen en Modijk, de ANV. Letterlijk betreft de Nest met vier eieren. Een volledig nest waar na 28 dagen pullen, want zo noem je deze jonge weidevogels, uit de voorschijn komen. Een klein, onogelijk mormel dat al wel direct in staat is het eigen kostje bij elkaar te scharrelen. Het figuurlijk gelegde ei betreft de weidevogelbeschermers met de nieuwe bodywarmer en het kleurrijke logo van Brabantse weidevogelbescherming. Weidevogelbescherming is een belangrijk onderdeel van de ANV. Wil je hier meer over weten? Bezoek dan de stand tijdens het havenfeest in Drimmelen in de Oude Haven op zondag 28 april tussen 11 en 5 uur. Dit jaar hebben we een Brabantse kampioen Jeugdompraten uit Made. Het is heel van Dongen geworden. Uit alle hoeken van de provincie kwamen de beste souwelijs naar Hilvarenbeek. Café de Gouden Corollus was drie dagen lang het decor van het Brabants kampioenschap Jeugdompraten. Er werd gestreden in drie verschillende leeftijdscategorieën. De MAI was in elke categorie vertegenwoordigd. De talenten mochten zich meten met de beste van Brabant. De 14-jarige brokkenpiloot Hil van Dongen nam in de categorie 12 tot en met 14 jaar de eerste prijs mee naar de MAI. André Sips was haar begeleider en uiteraard super trots op zijn pupil. Maarten van Dongen en Joep van Mook waren de andere twee saulers die Maden mochten vertegenwoordigen. Maarten in de categorie 15 tot en met 18 jaar en Joep in de categorie 9 tot en met 11 jaar. Ook al hebben zij niet gewonnen, ze kunnen in ieder geval terugkijken op een goed optreden en een mooie ervaring. Samen met Freek Dikke gitaar en Frans De Berg op toetsen, neemt Lenny Koer je zondag 26 mei op een spannende, ontroerende en inspirerende reis mee. Lenny zingt uit haar grote en levendige oeuvre. De kers op de taart is het album dat eind januari 2022 van haar is uitgebracht met als titel Lennie Koer. Een album waarop ze uit haar comfortzone is getreden met verrassende resultaten. Meer informatie over dit concert kunt u vinden op de website van het witte Kerkje in Terheide. Bent u 25 jaar of ouder en heeft u een mailadres opgegeven in Mijn Overheid? Dan ontvangt u vanaf week 17 automatisch de nieuwe e-mailservice Berichten uit uw buurt. Dit is een extra service van de Rijksoverheid. Na de welkomstmail ontvangt u minimaal één keer per week een e-mail. In deze e-mail staan berichten over uw buurt. Wilt u liever geen berichten over uw buurt ontvangen? Afmelden kan via de afmeldlink in de e-mail. E Bent u nog niet aangemeld, maar wilt u wel graag berichten over uw buurt per e-mail ontvangen? Aanmelden voor deze cursus van de overheid kan via de website van de overheid of kijk op de website van de gemeente Drimmelen voor meer informatie. 17 inwoners uit de gemeente Drimmelen waren de afgelopen weken te gast in de raadzaal voor de cursus Politiek actief. In vijf avonden kregen de deelnemers uitleg hoe de gemeente en de gemeenteraad werkt. De Gemeenteraad en Griffie willen deze inwoners bedanken voor hun enthousiasme en inzet. Wil je ook meedoen of meer informatie hierover? Kijk op de website van Gemeente Drimmelen. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. En natuurlijk was Omroep Drimmelen erbij in de buurt. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. Iedere week zendt Omroep Drimmelen korte nieuwsflitsen uit van lopende activiteiten van. En voor Drimmelen en Omgeving, waarbij actuele onderwerpen in de schijnwerps worden gezet. Deze keer de Oude loop Wagenberg van afgelopen 7 april. Samenleven, met in deze uitzending een interview met Beb Kuijsters en Hans van Rooij over Moedige Moeders. Gezond en Wel, met dit keer een ouder onderwerp dat u nog, ook nu nog zeer belangrijk is: met als thema fysiotherapie bij bekkenproblemen. Mielle Stoop zal ons daar meer over vertellen. Reden voor Omroep Drimmelen om nog eens een uitzending uit 2020 te halen en deel 2 van de Bernarduskerk. Kent u ook een initiatief in onze gemeente dat bijdraagt aan samenhang en betrokkenheid en dat meer aandacht verdient? Laat ons weten via mail aan publicatie Omroep Drimmelen onder vermelding van samenleven. Hebt u een nieuwswaardige mededeling of nieuws zonder commerciële doeleinden? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? mail het ons op onderstaand mailadres. U kunt dus ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!